Welkom bij de Tweelingzielen Oktober Maand Reading. Ik ben Daily Coffee, coach en intuitive reader. Ik hoop het goed met je gaat en ik ga voor jou kijken wat de maand oktober in petto heeft voor jou en je tweelingziel, je wederhelft. Het is allemaal heel algemeen wat ik hier doe, dus ik hoop dat het met je resoneert. Als deze reading met je resoneert, dan geef deze video een thumbs up, een like. En hartelijk dank aan al mijn abonnees. Als je het nog niet hebt gedaan, abonneer je op mijn YouTube-kanaal. Daarnaast volg mij ook via Instagram, daar ben ik het meest actief. En dan post ik ook elke dag in mijn story trek ik kaarten. Dus dan post ik kaartjes voor jullie. Mijn hartelijke dank gaat, grote dank gaat ook uit naar al mijn abonnees en iedereen die dit kanaal steunt op welke manier dan ook. Het zij via een donatie, via PayPal, via een tikkie. Het zij via de mooie berichtjes die jullie hier onder mijn video's plaatsen. Of de berichtjes die ik ontvang op Instagram. Ja, super tof gewoon. En als je een reading wil afgestemd op jouw energie, op jullie energie, dus van jou en je tweelingziel, dan kun je bij mij een persoonlijke reading boeken. En alle informatie vind je onder deze video. Of neem een kijkje op www.mydailycoach.nl. Ik ga even kijken naar de maand oktober. Er gebeurt een heleboel in oktober. Met 3 manen. Yes, yes. Om te beginnen op 1 oktober is de volle maan in Ram. En vervolgens gaat op 4 oktober Pluto direct lopen in Steenbok. En even kijken, op 13 oktober hebben we de Mercurius retrograde die eraan zit te komen. Met op 16 oktober een nieuwe maan in Weegschaal. En vervolgens gaan we op 22 oktober over naar het sterrenbeeldteken Schorpioen. Met op 31 oktober hebben wij een volle maan in stier. Zeg ik het goed? Even spieken, 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 spieken. Waar staat hij nou? Ja, volle maan in stier. En daarnaast is het ook Halloween of Samhain is dat, hè? Het Keltisch feest. Dus qua energie gebeurt een hoop. En niet te vergeten, op 10-10 hebben we natuurlijk een hele mooie engelenpoort die open gaat. Dus ja, er gebeurt van alles in de maand oktober. En als ik iets ben vergeten, dan bij deze ben ik het vergeten. Maar ik vond het al meer dan genoeg dat ik het heb opgenoemd. Dus oktober is best wel een, ja, qua energie is het een, ja, kan een pittige maand zijn. Het is natuurlijk hoe je er zelf mee om wilt gaan. En ik zeg altijd, ik geef het soort dingen door, zodat je ervan op de hoogte bent. Maar verder hoef je er niks mee. In die zin, je hoeft er niets mee te verbinden energetisch. Met andere woorden, als ik het aan je vertel, laat het gewoon lekker er een ene oor in, andere oor uit, zeg ik altijd. Maar mocht je rond die periodes dan last hebben van ascensieverschijnselen of andere, ja, gevoelens of dergelijke, dan weet je waar dat mee te maken heeft. Ik heb op dit moment een Facebookgroep voor tweelingzielen. Als je daarin geïnteresseerd bent en je wilt je aanmelden voor deze mooie community die we aan het opbouwen zijn, dan ben je van harte welkom. Alle informatie daarover, hoe je kunt aanmelden, vind je ook onder deze video. Laten wij eens gaan kijken naar de maand oktober. Nog één keer. Yes. Superduper. Wat mogen te weten komen? Even intunen. Oh, ja, voor de tweelingzielenconnecties. Het collectief. Wat mag te weten komen voor het collectief? Voor de tweelingzielen. Misleiding. Iemand draagt een masker. En onderkant dekt laat controle los. Dus ik denk dat daar de masker mee te maken heeft. Dus er is misleiding plaats in. Of er vindt misleiding plaats in oktober. En dat heeft denk ik te maken met controle. Omdat iemand graag controle wil houden op de situatie. Dus misschien wil hij niet helemaal toegeven aan de liefde. Of die persoon die laat zien dat het hem allemaal ja, niks kan schelen en zo. Wauw, boundaries, ja. Ik moet hem nemen hoor. Ik voel dat dit er moet zijn. Dus dat iemand daar een, ja, toch iets anders laat zien dan
wat werkelijk speelt. Welk kaartje ga ik nog meer nemen? Deze weer. Oké. Wat is de boodschap die we mogen meegeven van de engelen? Aan de engelen die nu kijken. Ja. Alright. Tell me, show me, tell me, show me, tell me, show me. Voor de maand oktober. Wat mogen we meegeven? Ja, ik hou echt van oktober. Wat mogen we meegeven? Wat betrekking heeft op de maand oktober in de tweelingzielenconnectie? Succes, nou. Succes ermee allemaal, hè? En even kijken tot slot. Oh, ik ga ze nog even hier houden, want ik ga ze nog bespreken. Ja. Wat mogen we loslaten in de maand oktober? Of wat mag er niet meer zijn? Oh, kijk eens aan. Dat gaat niet goed hier. Ja, wat mag er niet meer zijn? Of wat gaat jullie helpen in de connectie om... wat minder heftig op elkaar te reageren, minder miscommunicaties te hebben, hè? Met de retrograde van Mercurius. Op welke dag ook alweer? 13 oktober was het, even kijken. Ja, 13 oktober. Nou, ook zo lekker met Ram natuurlijk. Nog steeds volgens mij retrograde is, hè? Ja, dus... gezellig, 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 gezellig. Succes, hè? Succes ermee ligt hier. Even kijken. Dit zijn er twee. Ik wil echt één kaartje hebben, alsjeblieft. Oeh, anders ga ik even eentje trekken. Mag ik één, 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 één. Weer twee. Nee, ik wil één, please. One, please. Yes. Oké, dan. Goed, wat mogen we van de maand oktober verwachten? Nou, wat ik al net zei, is één iemand misleiding. Dus iemand draagt een masker van een onecht zelf in deze relatie. Ik benoemde net je tweelingziel, maar het kan natuurlijk ook om jouzelf gaan. Hè? Dat jij zoiets hebt van, ik doe het alsof het me allemaal niet meer kan schelen. Alsof het me niet meer interesseert. Ik ben verder gegaan, zogenaamd. Ik ben er klaar mee. Ik heb er geen zin meer in. En hij of zij zoekt het me lekker uit. Dus dat. Of het is je tweelingziel. Die doet exact hetzelfde bij jou. Want vaak als jij dat bij de ander doet, dan... hè, jullie spiegelen elkaar. Dus jullie zijn niet helemaal open en eerlijk. Of jullie laten allebei elkaar zien dat het heel goed gaat met jullie. En dat jullie elkaar niet missen. Ja, en dat zorgt eigenlijk niet zozeer voor dat jullie dichter bij elkaar komen. Het zorgt eigenlijk alleen maar voor dat je wat meer uit elkaar gaat, als het ware. Want niemand laat zien wat hij werkelijk voelt. De maand oktober staat grenzen, of staan grenzen aangeven in de picture, in de spotlight. Dus het is heel belangrijk dat je je grenzen goed kent en ook bewaakt. En hetzelfde geldt voor je tweelingziel. Hoeft niet alleen maar in de connectie te zijn naar elkaar toe. Maar in het algemeen naar alles en iedereen wat van invloed is op jullie connectie. Dat je daarin grenzen stelt. De engelen wensen jullie heel veel succes. En je kan hem dus op twee verschillende manieren opvatten van succes ermee. Of dat ondanks alles maand oktober heel succesvol gaat zijn voor jullie. Ja, dus dat is succes... een succesvol voltooiing, volbrenging, resultaten. Of succesvol dat de maskers afgaan. Dat kan natuurlijk ook. Of omdat jij je grenzen aangeeft en de ander doet het ook. Dat er veel meer ruimte vrijkomt en energie vrijkomt om met elkaar te zijn. Want er wordt aan jou gevraagd om los te laten, de attachment to results. Dus niet meer te focussen op het resultaat, maar in het hier en nu, in het moment te leven. Dat wordt er aan jou gevraagd, ja? Er staat ook, hier is ook succes en succes. De formula voor succes is to do all you can to make things happen, then let go of the result.
Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage it. Dus ook als je gaat manifesteren, hè, je gooit je manifestatie in de ether, je wens in de ether, aan het universum. En daarna laat je los en dan ga je gewoon door met je leven zoals die altijd al gaat. En dan vind ik het heel mooi. En dan krijg je hem ook, meestal krijg je dan wat je om hebt gevraagd. Of je krijgt zelfs iets beter dan dat. Maar zodra je constant maar bezig gaat zijn met het resultaat, of wat je graag wilt, of hoe je het wilt, dan ga je de energie ga je jinxen. En dat is dus heel belangrijk in oktober voor jullie beiden, voor deze connectie, is om je niet te focussen op het feit van of jullie wel of niet bij elkaar komen. Dat is het eerste wat ik al doorkrijg. Hè. Maar laat de ander, jij doet lekker je ding. En wie weet heb je aan het eind van de maand of midden van de maand al meer en beter succes dan je had verwacht. Oké, wat mogen nog meer te weten komen over de maand oktober? Ik ga met een dek werken waar ik heel weinig mee werk. Ik gebruikte voorheen altijd tijdens mijn readingen voor geld. Als ik een reading hield op financiën, dus... werk en financiën. Dan gebruik ik al dit deck. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, wat mogen we te weten komen over de tweelingzielen binnen deze connectie in de maand oktober? Wat mogen zij verwachten van de maand oktober? En dat het natuurlijk met de meeste resoneert. Dus ik wil een heel mooi, best scenario, resonerende verhaallijn alstublieft. Dankjewel. Oké, ik voel allerlei energieën. Ik hoor ook het woord initiatief nemen. Dus ik weet niet of hij initiatief moet nemen of zij. En ik zie gelijk dan de King of Cups met de Lovers. Oh my god, ik zeg het. Ja? Dus de bal ligt bij hem. Initiatief nemen. En waarschijnlijk gaat hij dat ook doen. Maar goed, de vraag is dan van... Ja, want hij moet een keuze maken. Is het too late omdat jij zoiets hebt van nou, ben ik klaar mee? Dat zijn de boundaries die je hebt aangegeven. Oké. Dat was hem, ja. Laten we eens gaan kijken naar de maand oktober. Wat is de huidige situatie? Waar gaat het allemaal om in oktober? Wat is de huidige situatie, oftewel de kern van deze reading? Mag ik één kaart alsjeblieft? 1-1-1 kaart. Anders ga ik trekken. 1-1-1-1-1 kaart. Oké. Even. Ja, dacht ik al. Een heleboel. De King of Wands met de Six of Swords. Oké. Wat is de uitdaging in de maand oktober? 1 kaart alsjeblieft. Ho. De Knight of Wands. Aha. De uitdaging of de obstakel, oké? Dus we gaan van een king naar een knight. Interessant. Wat is jouw kracht of jullie kracht in de maand oktober? Wat is de kracht van jou en je tweelingziel in de maand oktober? Mag ik 1 kaart alsjeblieft voor de kracht van jou en je tweelingziel? Oef, de 5 of coins. Dat is niet, meestal niet zo'n positieve kaart, maar... Advies en uitkomst alsjeblieft. Dus het advies is judgment. En uitkomst van deze reading. Voor de maand oktober. 1 kaart alsjeblieft. Mag 1 kaart voor de uitkomst. Dus de situatie is de King of Wands en de Six of Swords. Vind ik op zich een mooie... The Three of Wands in reverse. Ga ik hem zo laten? En onderkant dek is de energie voor de hele maand. Het is wel een hele mooie. Blijf ik weer hangen? Mijn beeld weer hangen? Volgens mij wel. Dat vind ik al zo vervelend. Is de Ten of Coins. Wauw. Met nadruk op wauw. En daaronder ligt de Kneef of Coins. Dus hè, qua energie... Ik ga hem zo houden. Sorry. Qua energie... Voor de maand oktober, is ook de 10e maand, hebben jullie de 10 van Pentakels. Fantastisch. De hele maand oktober is er een hele prettige energie. Als je de uitkomst,
Hè? Dus het resultaat en met name je fixatie daarop. Dit resultaat, als je die loslaat. Want dit is het resultaat. De 10 of Coins is eigenlijk de Happy Home, Happy Family kaart. Met name stabiliteit. Stabiel. Hè, stabiel zijn. Financieel alles op orde hebben. Ja? Het gezinsleven zaak op orde hebben. In de connectie gaat alles heerlijk en lekker. En is er gewoon stabiel, een stabiele energie. En dat is dus de energie voor de hele maand oktober. Voor jullie, mits je niet gaat bezighouden met focussen op het resultaat. Dus of we wel bij elkaar komen of niet. En al dat andere, ja, ik noem dat even ongein. Want het is, hè, ik noem het ongein, maar het kan je echt beheersen. Ja, het kan je beheersen, dat weet ik. En er gaat een succes zijn. Als één, of allebei, in principe allebei, gewoon laat zien wat er werkelijk is en wat er werkelijk speelt. En ook al gaat het je voor de wind deze maand, ga daardoor niet extra, ja, cocky noemen ze dat mooi, toch arrogant doen naar hem of haar. Van kijk eens hoe goed het met me gaat om de ander te raken, want dat werkt gewoon averechts. Het gaat om een zuivere intentie hebben en dan krijg je de 10 of Coins met elkaar. Goed. De situatie in de gehele maand oktober is de King of Wands met de Six of Swords. Dus de focus is gericht op hoe nu samen verder. Hoe gaan we vooruit in deze connectie? En daarom nogmaals, is het belangrijk dat je attachment, hè, dus gefixeerd zijn op het resultaat, loslaat. Want het gaat om dit proces. Hoe gaan we samen met elkaar verder? Hoe blijven we met elkaar communiceren? Hoe zorgen we ervoor dat de ander niet verder gaat en de ander achterlaat? Met andere woorden, hoe zorgen we ervoor dat we de focus op elkaar hebben en met name op de liefde die we met elkaar delen? In plaats van alle andere randzaken. Want de uitdaging is de Knight of Wands. En dat is verschillende dingen. Dit gaat om passie. Maar de Knight of Wands kan ook zijn de player. Komen, gaan, komen, gaan. En ik denk dat dat hier, hè, ook in de maand oktober centraal staat van, is het mogelijk om deze dynamiek te veranderen? Het komen, gaan, komen, gaan, komen, gaan wanneer je wilt. Contact opnemen wanneer je wilt. In gesprek met elkaar zijn wanneer je wilt. En als de een daar geen zin in hebt, dan gooit hij gewoon de deur dicht en doet alsof de ander niet bestaat. Dat is de uitdaging. En daarover mogen jullie met elkaar in gesprek of in contact komen. Als het contacten gaat zijn. Maar dit geldt natuurlijk niet voor iedereen. Nogmaals, het is heel algemeen. Als het wel met je resoneert, laat het even weten. Maar dat geldt dus niet voor iedereen. Ik pik nu even één groep op. En daar ga ik deze reading op houden. Jullie kracht is de 5 of Coins. En de 5 of Coins is meestal een teleurstelling. Of in de steek gelaten voelen. Dat de ander niet meer naar je omkijkt. Dat je eigenlijk, ja, gewoon letterlijk in de kou wordt gezet door de ander, dat je niet bestaat. En het is wel grappig dat dat als kracht eruit is gekomen. Want jullie hebben dat zo vaak al met elkaar al meegemaakt. Dat de ene deur dicht doet, de ander weet niet waar hij aan toe is. En dan doet de ander weer de deur open. En dan is het weer eventjes misschien kort, prachtig en mooi. En daarna weer een hele periode van niet. Dus deze dynamiek is eigenlijk de kracht van jullie tweelingzielenconnectie. Wat aan mij dan ook weer bevestigt van wat er ook gebeurt in de maand oktober. Jullie gaan hier samen uitkomen uiteindelijk. Jullie kunnen hier met z'n tweeën er doorheen. Weliswaar afzonderlijk. Weliswaar dat jullie de pijn niet samen kunnen delen. Of de een die doet alsof hij dan helemaal geen pijn is. En helemaal niet teleurgesteld is. En het kan hem eigenlijk niks schelen en zo. Maar dat is helemaal niet waar. Dus die dynamiek waar je eigenlijk van af wilt. Hè, dat is wel jullie kracht. Want jullie hebben al zoveel met elkaar overwonnen. Dus jullie zullen dan dit dan ook weer met elkaar overwinnen. Hè? Eigenlijk zegt jullie kracht, jullie overwinnen alles. Dat is de 5 of Coins. Aan de andere kant is ook een uitnodiging om hulp bij elkaar te gaan zoeken. Of in ieder geval naar de gemene delers te kijken. De dingen die jullie samen delen, waar jullie met z'n tweeën op kunnen bouwen. Om dat veel meer in... dat is ook jullie kracht. En jullie hebben echt wel dingen die jullie samen delen. Ja,
om daar veel meer van te gaan creëren in de maand oktober. Judgment is het advies. Nou, judgment is als zo'n kaart. Dat betekent of dat iemand terugkomt uit je verleden, want de mensen die herrijzen letterlijk uit de dood. Of het is het oordeel. En het oordeel, dus letterlijk het oordeel voor deze maand, of oordelen kan ook, maar het oordeel van deze maand is dat jullie een les gaan leren. En deze les gaat bepalend zijn of jullie de Ten of Coins energie bij jullie dragen voor de rest van jullie connectie en de rest van deze maand. Dus het gaat voor jullie allebei een les zijn. Er gaat voor jullie allebei een les of meerdere lessen zijn in de maand oktober. Wat te maken heeft met jullie toekomst. En het is dus heel belangrijk waar jullie met z'n tweeën in gaan investeren. Deze maand. Gaat het een investering zijn in nog meer in stand houden van het komen gaan, komen gaan. En de misleiding en de discussies met elkaar hebben, et cetera. Of gaan jullie investeren in het helen van de wonden? Ja? Dus niet meer de dynamiek in stand houden van elkaar steeds teleurstellen. En gaan jullie investeren in hoe jullie naar de toekomst, hè? Wat is jullie focus als het gaat om jullie relatie? Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst dat het alleen maar beter wordt tussen jullie in de connectie. Dat is de vraag, want dan ga je gewoon een hele plezierige maand hebben in de maand oktober. Het klinkt allemaal misschien voor de hand liggend, maar oh zo uitdagend om dat dan met elkaar te kunnen realiseren. Oké, wat geven we nog mee aan de mooie zielen die hier naar kijken voor de maand oktober? Good news en Heart's Desire. Wauw. Die willen eruit en die neem ik ook. Wauwie. Ga ik nog meer nemen? Nee. Nou, deze. Oh, die wil er ook uit. De Silver Vibrations. Wauw. Kijk, good news. Er is, dat is de succes. Er gaat goed nieuws zijn voor een aantal van jullie. En dat betekent dat jullie contact met je tweelingziel, dat dat echt wel naar een next level gaat. Het wordt eigenlijk verdiept. Het wordt eigenlijk beter. Omdat allebei de partijen zijn bereid om daar waar misleiding plaatsvindt, of daar waar er steeds een energie is van komen en gaan, of elkaar in de steek laten, om dat te gaan doorbreken. Dus dat is gewoon heel fijn. Het kan ook letterlijk betekenen dat je tweelingziel uit de relatie stapt met wie die zit, om wat meer in jou te gaan investeren. Ja, in jullie connectie. Dus daar kan het ook mee te maken hebben. Daarna was het dus Heart's Desire. Dus er gaat waarschijnlijk goed nieuws komen over een hartsverlangen. Dus iets waar je wat je heel graag wilt. En het is ook belangrijk dat je gaat leven conform je hartsverlangen. Dus ja, ga niet het spelletje meespelen als jouw wederhelft een beetje stoer gaat doen in deze connectie. Of een beetje nonchalant gaat doen. Nee, blijf gewoon wie je bent en blijf altijd liefde en licht sturen naar jezelf, naar de connectie en naar hem. En laat gewoon zien van ik ben toch wel een persoon die meer waarde hecht aan een volwassen aanpak in plaats van spelletjes met elkaar spelen. En de Silver Vibrations. Dit vind ik altijd zo'n mooie kaart en die lees ik op omdat ik het zo'n mooie kaart vind. Voor jullie beide geldt in de maand oktober, maar vooral ook voor jou. Your vibration is being raised to a higher level. You may be feeling that you are in this world, but somehow not of this world. This is the magic of creation at work in your life. A silver starlight enters your aura. Your energy field is strengthened, giving you a clearer connection to spirit and revealing the greater purpose of your life. En dat is dus die drie van staven, want het gaat over de toekomst. En jouw energie en vibratie zal omhoog gaan. Van jullie beiden. Jullie gaan op een hoger niveau met elkaar interacten. Met elkaar communiceren. Dit is de magic of creation at work in your life. A silver starlight enters your aura Your energy field is strengthened. To giving you a clear connection. Dus dat is wat er gaat gebeuren tussen jullie beiden. Maar dat is wel geheel aan jullie beiden. Of jullie los kunnen laten om zo gefixeerd te zijn op bij het samenkomen als het ware. Hè? Dat jullie duidelijk jullie grenzen vanuit een liefdevolle manier aangeven. En niet meer meedoen met de misleiding en de maskers afdoen. Als dat
kan. Als jullie beiden bereid zijn om hierin te investeren, dan ga je een hele mooie maand oktober hebben. Ik wens je een hele mooie maand oktober en tot de volgende maand reading.